Eerder tijdens de inleiding is er gesproken over Jet Air, een Curaçaose vliegmaatschappij die gisteravond voet aan wal heeft gezet in Suriname. En wij willen u terugvoeren naar dat moment, want we hebben een toespraak gehad van de Surinaamse vertegenwoordiger van Jet Air. En dat is de heer Schuurman, Humphrey Schuurman. En we hebben ook een quote van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. En dat is minister Albert Egbert Jubitane. Wij voeren u terug naar het moment. Ik hoor dat al je werden. Doelen. Suriname, deze airport, moet een hub zijn. Wij willen ervoor zorgen dat een stukje ontvlechting, dat een stukje doorstroming vanuit Suriname naar de hele regio plaatsvindt. Wij hebben dat elkaar beloofd. Wij hebben verder gezegd, luchthavenbeheer moet een plaats zijn where you want to be. Het moet de veranda zijn, het platform zijn, van waaruit je rustig kunt uitrusten, modern op termijn, en de verschillende destinaties vanuit Suriname richting Nederlands-Caribbean, Engels-Caribbean en Spanish-Caribbean. Maar ook, het moet een hub zijn waar je vanuit Suriname, Belém en heel Brazilië moet kunnen moven. Dat hebben we elkaar beloofd. En we hebben elkaar beloofd dat we gaan samenwerken. Samenwerken in de meest ruime zin des woords. Samenwerken waarbij we ervoor zorgen dat elke vliegmaatschappij die dezelfde goals als ons heeft, dat wij die zullen betrekken bij het verder ontwikkelen, uiteraard op de eerste plaats van zichzelf, maar daaraan sluiten van Suriname. En we gaan ervoor. APPLAUS.
En we hebben gekozen voor een verzekeringsmaatschappij dat uit de bodem is van Suriname is ontsproot. En dat is self-reliant. En zij zullen ervoor zorgen dat alle risico's die iemand, die elke passagier zou kunnen lopen bij het reizen, gedekt is. We leven in een tijd van COVID. Weliswaar afnemend, maar we weten niet wat op onze pad zit. Dan moet een maatschappij die hier is gekomen, die hier is voortgekomen, dan moet die in staat zijn om onze mensen te beschermen. De risico tot een minimale terug te dringen. Wij hebben het ook op ons genomen om de airlines die hier zijn, om ervoor te zorgen dat samen met luchthavenbeheer, samen uiteraard met de airlines, een zodanige route wordt gekozen en tijdstip waardoor een hele goede aansluiting er is. Waardoor als je op deze luchthaven bent, het is more than a pleasure. En we gaan ervoor. Ik moet deze gelegenheid zeker ook te baat nemen om deze man die hier voor ons staat. Minister Albert Iwitana, minister van TCT. Die heeft een policy. Een policy waarbij hij de hele sector, luchtvaartsector, open. Alles wat de klok sloeg was de pandemie. Het heeft ons leven veranderd. Het heeft ons doen en laten veranderen. Maar vandaag mogen we blij zijn dat wij onze broeders, we hebben een gezamenlijke historie, ja, Curaçao, Nederland, dat wij onze broeders en zusters vandaag mogen verwelkomen op deze inaugurele vlucht van Jet Air. Masha danki. Het beleid van de regering, want ik sta hier niet alleen voor mezelf, maar ik vertegenwoordig de regering. En de regering heeft zeker als beleid dat wij Suriname gaan ontsluiten. Dat we een helder doel voor ogen hebben, dat we Suriname gaan maken tot een hub. En voor zeker wanneer op zulke momenten wij dit mogen ervaren, zien we dus step by step dat we deze hubfunctie niet alleen, maar samen. En dat is denk ik het sleutelwoord, dat we dit samen moeten gaan doen. De COVID heeft ons allemaal beïnvloed en we hebben gemerkt dat we elkaar meer dan ooit nodig hadden. Dat we hebben gekoesterd het contact met onze familieleden, met onze kennissen, met onze vrienden die ver weg waren. En vandaag de dag kunnen we zeggen, in dit specifiek geval, dat Jet Air ook de mogelijkheid biedt dat weer die verbinding wordt gemaakt. Die brug wordt geslagen tussen Curaçao en Suriname. Maar wij gaan veel verder. Ik denk dat dat ook de droom is van Jet Air. Wanneer we kijken naar de destinaties, de routeontwikkeling van Jet Air. Maar voor onze luchthaven, ons streven om zoveel mogelijk airlines te accommoderen. Dat we ons routenetwerk verder gaan uitbreiden. Ik denk dat ik ook vandaag zeker een mooie boodschap kan droppen naar de totale sector. Dat de regering zich inzet om voor dit jaar zeker een viertal luchtvaartovereenkomsten, minimaal, om Suriname verder te ontsluiten. Om die verbinding te maken met overige landen. En dat zich zeker ook Jet Air hierin een rol in kan gaan spelen. Alle overige luchtvaartmaatschappijen de Suriname aandoen en zullen aandoen.